In deze clip gaan we het hebben over doordrukken en tegenhouden in Photoshop. Doordrukken en tegenhouden zijn termen die nog stammen uit de analoge DOCA en uh, eigenlijk betekenen doordrukken is een onderdeel van de foto donkerder maken en tegenhouden is een deel van de foto lichter maken. Goed, dus we gaan onderdelen van de foto donkerder en lichter maken. Dat is dus doordrukken, tegenhouden. Goed. We hebben daarvoor twee afbeeldingen. Links een, een urban foto of een urbex-foto. Met een, een contrast erin met lichtstralen. En rechts een riviertje wat stroomt. En we, we zullen eens kijken wat we erin kunnen doen. We beginnen eerst maar met de foto van het riviertje. Goed. Uh, nou, je ja, hier een plaatje. Langere sluitertijd. Volgens mij een seconde. En uh, nou ja, uh, op zich geen gek plaatje. Maar we willen wat meer nadruk op die ja, engelenharen, stromende water. En de rest. Van de omgeving mag best wat donkerder. Nou, dat kunnen we natuurlijk doen. Daar zitten gereedschappen in Photoshop hier aan de linkerkant. Tegenhouden, doordrukken. Ja, dus daar kun je met een penseel direct op de foto onderdelen lichter en donkerder maken. Uh, maar ja, dat doe je dus rechtstreeks op de afbeelding. En dat betekent dat het eindelijk niet meer te herstellen is. Of je moet Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z doen. Maar heb, wil je ja, later iets aanpassen? Ja, dan gaat het dus niet lukken. Uh, dus dat is een beetje het nadeel van die twee uh, gereedschapjes. En we gaan dan ook beginnen met aanpassingslagen. En je zult zien, en daarom hebben we ook twee voorbeelden, hoe snel dat kan gaan. Want waar beginnen we mee? Nou, we hebben de afbeelding geselecteerd. We gaan naar rechtsonder in de uh, deelvenster lagen naar curven. Een aanpassingslaag curven. En de ene laag gaan we noemen donkerder. Want we slepen die kromme eens naar beneden toe. We dubbelklikken op die naam en dan zetten we in donkerder. Zo, dat is één laag. Die willen we nu even niet zien, dus we zorgen dat we het masker selecteren, is dat witte vlakje. Ctrl I. Ja, we zien hem nu niet. Alles wat zwart is laat niks door. Ja, dus we zien nou niet die zwarting van die laag. Vervolgens gaan we een nieuwe, andere nieuwe laag maken en die noemen we uh, ook een curve laag, aanpassingslaag. En die noemen we dubbelklikken lichter. Dus we hebben nu Lagen, een donkere en een lichte laag. De lichte laag moet ik even lichter maken. Zo, nou, doen we het zo. Goed, en ook die willen we niet zien. Klik op het laagmasker, Ctrl-I, maak het zwart, en dan zie je niks. Nou, laten we maar eens beginnen met het, het riviertje, het, het wat, de beekje, wat om iets meer te benadrukken. Hè. Het, het is nou wel allemaal netjes binnen het histogram, maar het is eigenlijk wat te grijs. Dus wat doen we dan? We pakken een penseel. En we gaan met wit schilderen, dat zie je hier links. Dus druk op de letter D, dan is het penseel wit. En we zorgen dat we een zachte penseel hebben. Dus rechts klikken en dan zie je dus hier de grootte. Ongeveer, nou, dit is dan een plaatje 170 met de hardheid 0. Nou, wanneer ik nou ga schilderen, moet ik eigenlijk op twee dingen letten. Hier bovenin zie je dekking en stroming. Wanneer die allebei op 100% staan, dat betekent dat ik met vol wit ga schilderen. Ik zal het even doen. 100%. Wanneer ik nu ga schilderen, dan zie je dus meteen. Hè, dat zie je dan ook rechts in dat. Ik zal het even laten zien. In, dat, uh, aan, in die aanpassingsmasker. Ja, dat is dus echt helemaal wit. Maar soms wil je wat meer nuance hebben. Dus we doen even Ctrl-Z en al we dat weg. Wanneer we de dekking is op 100% laten we, maar de stroom bijvoorbeeld op. Nou noem maar even wat 40%. Dat betekent dat wanneer ik nu een keer een veeg maak met, met dat penseel, dan is hij. Bijna 40%, maar daar kan ik over, weer een keer overheen gaan. Daar wordt het weer ietsje meer. Dus je bouwt dan langzaam de dichtheid van het wit op. En dat is eigenlijk soms wel eens prettiger. Dan kun je wat meer schilderen. Want in wezen gaan we schilderen. He, we zorgen nu dat uh, het uh, aanpassingsmasker, dat dat geselecteerd is. Het is het aanpassingsmasker. En wanneer ik dus nu ga schilderen, dan zie je dat ik dus die haartjes hier en zo. En die voorgrond, daar kan ik misschien een paar strepen in maken. Dan krijgt het ook wat meer nadruk. Ja, je ziet hier rechts dus zie je wat er gebeurt. Hè? De, daar zie je dus die witte streepjes in komen ten teken dat ik daar ge geschilderd heb. Ja, hier achterin, dan, dan mag die, dat watervalletje ook wat meer aandacht hebben. Ik vind die steen, die mag wel iets meer definitie krijgen. Dus daar schilder ik een paar keer overheen. Nou is het dus in het, uh, in het masker 100% wit. Hier aan deze kant zie je dat dit watervalletje mag ook wel wat witter nou. Goed, dus ik heb nu het water witter gemaakt. En let op... Ja, dit was het en dit is het geworden. Nou, dat geeft dan een, een veel meer focus op dat water. Nu gaan we kijken van nou, wat, wat gaan we nou in, met, die, met die omgeving doen? Want die mag best wat donker. Ik ben rechts voor, vind ik echt heel, heel afleidend. Het is veel te, te groen. Ja, hier aan de bovenkant uh, mag het ook wel weg. Dus wat doen we? We maken nog een iets groter penseel. We zorgen dat we met wit gaan schilderen. En nu ga ik eens over dit gebied heen zo. Een beetje meer naar dat water toe, dan krijgt het ook wat meer definitie. Zo, hier aan de bovenkant. Ja, kijk, dan wordt mijn oog daar niet door afgeleid. Dat groen, dat mos, dat, dat vind ik wel fijn dan langs die kant. Dus dat mag wat mij betreft wel eventjes in beeld blijven. Daarboven, daar zitten nog wat highlights die ik weg wil halen. Dan vind ik dat die, die buis waar dat water uitkomt, die vind ik een beetje onderbelicht. Dus wat doe ik? Ik ga terug naar mijn lichter masker. Ik maak een kleiner penseeltje. En ik ga nu in die in die pijp wat daar rondom wat, wat wat lichter maken kijk. Dan krijgt het ook wat meer, meer nadruk. We gaan eens dus even kijken hoe het dat dan uitziet hè. Altijd ingedrukt houden en dan op het masker klikken. Kijk, zo ziet er dat nu uit. En je ziet dat ik niet met echt wit geschilderd heb, want dan zou hieronder zouden dat allemaal echte witte strepen zijn, maar het is allemaal grijs, dus dan is het effect wat minder. Ja, en en eigenlijk ja, ben ik nu al klaar. Het zijn natuurlijk nuances van wat je wil. Ja, vind je dat je bijvoorbeeld in het donkere gebied een bepaald stuk toch weer wat, wat uh, lichter wil maken. Dan uh, druk je op de X. Hè, want dan wissel je van kleur. En nu ben je weer met, met zwart aan het schilderen. Nou, dit willen we dus duidelijk niet. Maar je ziet, je kunt dat wit altijd weer terugzetten in zwart. En ja, wat, wat, wat is nou gedaan? Is, is nou uh, dit dit was de foto. En dit is die geworden. Nou, en hoe lang ben ik daar nou bezig? Geweest? Ja, ik moet het uitleggen, maar volgens mij, wanneer je die twee lagen maakt, een donkere en een lichtere laag, en je gaat schilderen met zeg maar een stroom van 40%, dan heb je dus in, in een minuutje tijd heb je toch een, een heel ander en wat, wat dramatischer plaatje gemaakt. Goed, ja, uh, tot zover deze. Nou, we gaan dus naar die andere afbeelding. Nou, die heeft eigenlijk hetzelfde. Wat doen we? We maken een curvus. Dubbelklikken, we zeggen donkerder en klikken we op en dan zeggen we nou maak het maar eens donkerder. Ik wil het niet zien, dus we klikken op het masker, we zeggen Ctrl I, en je ziet het niet meer verschijnen. Dan krijgen we nieuwe curve laag. Dubbelklikken, en dan zeggen we lichter. Zo, we slepen de boel een stukje lichter zo. En we willen het niet zien, dus we selecteren het masker en we zeggen Ctrl I. En dan is dit het uitgangspositie. Nou, we gaan nou eerst maar eens even in het donkere gedeelte gummen. Of gum, schilderen met zwart. Of met wit. Dat moeten we natuurlijk doen. Dus we zetten hem even op de letter D. Om hem weer op wit te krijgen. En wanneer ik dus nu ga schilderen, dan kan ik dus hier die, die lichtstromen. Die, die krijgen daardoor toch ietsje meer contrast. Ja. En die muur, die vind ik eigenlijk ook wel heel afleidend. Dus nou, nog een paar keer doorheen schilderen. Want ik schilder weer met een 40% stroom. Ja. Zo. En die muur hier aan de zijkant, die mag voor mij best ook wat donkerder. Want dat leidt allemaal af. Want waar ik naartoe wil natuurlijk is dat die, die bussen op de voorgrond wat meer nadruk krijgen. En dit mag ook wel wat donkerder. Zo. Ja, die lichtvlek daar, die hou ik wel hier. Die, die hoeken aan de onderkant, die mag donkerder. Zo, eventjes netjes geschilderd. Dus dit was het. Dit is het geworden. Dat is één ding. Nou, nou willen we nog even naar die, naar die blikjes kijken. Dus we klikken op het uh, lichter. Uh, aanpassingslaag. Nou, we hebben het masker geselecteerd en nu kunnen we dus met onze witte penseel over die bussen heen. Zo, en dan heb je toch wat meer dramatiek, want we gaan eens kijken wat het opgeleverd heeft. Oh, sorry. Uh, dit was het en dit is het geworden. Dat ziet er heel anders uit. Nou, persoonlijk zou ik in dit onderwerp nog een extra laag toevoegen. Hè. Je gaat even naar kleurtoonverzadiging. Die zetten we even aan de bovenkant. En ja, ik, ik of... of dat, moet, dat is een beetje je, je smaak. Ja. Maar wanneer je dus hier uh, een, wat in gaat rommelen met die kleuren... Ja, dan kun je dat nog wat, wat krachtiger maken. Dus nogmaals, dit was de foto en dit is de foto. Ja, en hoe lang hebben we er nou over gedaan? Het ja, is eindelijk zo gebeurd. Dus zo zie je dat je met die aanpassingslagen... en met het schilder daarin... Met een donkere en een lichte laag, hè, dus met, met lichter maken is dan het tegenhouden, en donkerder is uh, doordrukken. Ja, uh, kun je dus heel makkelijk een al een beetje dramatische foto nog meer drama geven. Door het contrast op hele lokale punten ja, te wijzigen. Het voordeel is weer: sla je dit op als PSD en ga je later in plaats van met een witte penseel en een zwart penseel schilderen. Dan kun je alles weer terugzetten. Je hebt de volledige vrijheid. Dus ja, dit is uh, wat is uh, doordrukken en tegenhouden in Photoshop.